Hoi en welkom bij een nieuw filmpje. Vandaag wil ik graag aan jullie laten zien hoe ik deze tag gemaakt heb. Deze tag heb ik bij de You Can Create It kit gestopt, omdat het de eerste kit was die ik heb mogen verzorgen. En ik wilde daar graag iets bij stempelen, dus ik heb deze tag daarvoor gemaakt. Laten we snel beginnen. Je hebt hiervoor nodig een stuk Whisper White en daar heb ik een tag uitgestempeld met een hele oude stans van Tim Holtz. En ik denk dat ik hem zelfs nog in de gulden tijdperk heb gekocht. Dus zo oud is die. Maar in principe kun je gewoon een rechthoekig stuk Whisper White nemen en dan de kleine hoekjes ervan af knippen. Daarnaast heb ik het restantje van het stuk waar ik hem uitgestanst heb ik bewaard. Want daar ga ik wat stempelwerk op doen. En daar wil ik als eerste mee beginnen. En ik leg er even een papiertje onder. Om te stempelen heb ik de tijdloze tulpen gebruikt. Ik heb de Nederlandse versie hiervan. En super leuke Nederlandse teksten. En daar heb ik de tulp uitgebruikt, de blaadjes en de twee stammen. En ik begin allereerst met de tulp. En nou hoor je mijn dobber vallen. En die zal ik even oppakken, want die heb ik zo nodig. Ik heb Real Red gebruikt en Daffodil Delight voor de tulp zelf. En als eerste beïnkt ik mijn tulp op de Daffodil Delight. Dan pak ik de sponge dobber die net op de grond gevallen was. En dan ga ik heel langzaam langs het randje. Van de tulp. Zo. Dan blaas ik er een keertje op. En ik stempel hem op mijn restantstukje. En dan maak ik hem tussendoor schoon. Want ik heb hem nog een keertje nodig. En ik wil mijn gele impact niet besmetten, zeg maar. Dan pak ik nog een beetje Real Red. En dan ga ik hem nog een keertje. En dit kun je met alle kleuren doen die je maar wilt. Hè? Ik heb toevallig geel en rood genomen, maar alles is mogelijk. En deze stempel ik een beetje zo op de kaart of op de tag. Dan is deze klaar om schoongemaakt te worden. En dan doe ik mijn inkpads eventjes dicht. Die heb ik niet meer nodig. Dan neem ik mijn Garden Green en daar stempel ik een blaadje mee. En een blaadje stempel ik op het restantstukje. En nou gaan we straks een pons gebruiken. Dus ik ga even controleren hoe ik hem ga stempelen. Deze kant op. Zo. Dan leg ik die opzij. En dan ga ik verder met deze te stempelen. Ik heb de twee stammetjes allebei op het lange blok gedaan. En dit is een H-blok. En het kan uiteraard om en om. Maar ik vind het niet zo heel vervelend om het samen te gebruiken. De kromme steel stempel ik tegen de tulp aan. Zo, en de rechte steel. Dan zet ik er, ik zal deze even voor jullie eraf halen, dan kunnen jullie het beter zien. Stempel ik er een beetje zo naast, zodat er wat hoogte in komt. Dan heb ik hier twee maten blaadjes. Ik gebruik eerst de grote blaadjes. En ik stempel er eentje hier. En ik draai hem om. En ik stempel er eentje hier onder. En dan neem ik het kleinere blad. En die stempel ik nog een keertje. Even kijken hoe ik dat wil. Hier in de hoek. Zo. Dan is mijn Garden Green klaar. En dan ga ik deze tulp uitponsen. Dat heb ik met de Tulip Builder Punch gedaan. En
Wil je tegelijk alles in één kleur stempelen, dan kun je een malletje maken in een stukje cardstock en dan weet je precies waar je stempels neer moet leggen. Maar aangezien ik nu twee kleuren gebruikt heb, was dit wat makkelijker. Ik doe hem precies erin. Zo, dan is dit de tulp. En dan nog het blaadje. Zo. En dan gooi ik alles wat er niet bij hoort, gooi ik opzij. Dan neem ik een dimensional. Die doe ik achter de tulp. Ik heb er eentje gebruikt, maar je kunt er ook twee gebruiken. Net wat je zelf het fijnst vindt. En achter dit blaadje heb ik de mini dimensionals gebruikt. Gewoon omdat die precies passen. Zo. Haal ik de achterkantjes eraf. En ik plaats hem een beetje zo. Dan heb ik al op een stukje zwarte cardstock. En dan zoek ik hem. En ik heb hem gevonden. Hij was een beetje verstopt. Heb ik het woordje dankjewel uit de stempelset, het Nederlands stempelset voorjaarswensen. Heb ik gestempeld met verse marktinkt op een stukje basic black cardstock. En daarna met witte embossingpoeder heat embossed. En dit heb ik uitgeponst met de classic label punch. En ik hou hem ietsje aan de linkerkant aan. Zo. En dan wil ik hem nog ietsje kleiner hebben. Dan stop ik hem in het gleufje van de pons. En ik maak hem precies zo groot als dat ik hem hebben wil. Voor dit stukje heb ik de black dimensionals gebruikt. En gewoon puur omdat je ze dan strakjes niet ziet zitten. En dat vond ik gewoon een stukje mooier. En dan ga ik even denken waar ik het stuk waar ik hem wil hebben. Ik denk dat ik het hier wel leuk vind. Of zal ik hem daar? Nee, ik plak hem hier. En als laatste heb ik een stukje Whisper White polka dot tulle ribbon gebruikt. En daar knip ik gewoon een stukje vanaf. Ik klap hem dubbel. En ik doe hem zo om mijn tag heen. Gebruik je tag bijvoorbeeld aan een bos bloemen of wat dan ook. Dan kun je er gewoon een touwtje aan hangen. Je hoeft er niet per se een lintje aan te doen. Maar ik vond dat voor in de You Can Create It kit wel net wat leuker staan. Anders is die zo kalig. En dan knip ik hem een beetje bij. En dan is die klaar. Oh, hier had ik hem toch onderin geplakt. Daar bovenin geplakt. Maar geen probleem. Dit is de tag die ik gemaakt heb met de tijdloze tulpen. Heb je vragen over de You Can Create It kit of wil je hem bestellen? Stuur mij een mailtje naar danielle.kassing@gmail.com. Heb je vragen of wil je de producten bestellen die ik gebruikt heb? Dan kun je me uiteraard ook een mailtje sturen op hetzelfde mailadres. En ik help je heel graag verder. Dit was het voor vandaag en ik zie je heel graag een volgende keer weer. Doei!